de Gaming Geeks. Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast. De wekelijkse talkshow van www.gaminggeeks.nl. Waarin ik en een mede andere geekje bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de dude die alles kan. Jeroen, come on. Yeah boy! Woep 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 woep. Oh nee, dat mag niet meer uit 2019. Voor de audioluisteraars denk ik, wat fuck doet hij eigenlijk? Een dep. Ik denk dep. Oké, okay. Ja, hallo. Het is de 66ste Execute Order 66 aflevering van deze podcast. Hoe groter dat getal wordt, hoe verbaasder ik ben dat we er al zoveel gemaakt hebben, heel eerlijk. Maar goed, hey, het hoort erbij. Deze podcast kan je natuurlijk vinden op jouw favoriete podcast service, zoals Google Podcast, Apple Podcast of iTunes, of hoe je dat dan ook wil noemen. En Spotify. En een videoversie is ook verkrijgbaar op youtube.com/gaminggeeksnl. Allemaal gratis natuurlijk. Daar waar je dus Jeroen kan zien dabben. Jeroen, datum van opname. Dat is wel echt de selling point van deze podcast. Nou, dat is echt gewoon, als je echt de videoversie wil zien, doet hij er nog eentje. De videoversie, dames en heren. GamingGeeks.nl, let's go. Datum van opname is... En eigenlijk moet ik nu gewoon nog een keer ergens random het nog een keer doen. En dan moet je het niet zeggen. Dan moet ik kijken hoeveel mensen het gaan zien. Nou ja, ja. Nou, zullen we net zien dat ik op dat moment gameplay aan het afspelen ben en zo over de context. Datum van opname is 12 januari 2019. Nog steeds raar om dat te zeggen. Ook al zijn we bijna twee weken al onderweg. Maar goed, ja, het gamingjaar dat is natuurlijk al begonnen, hè, dames en heren. Er is al wat soapdingetjes. We gaan het ook meteen hebben over de grootste scheiding in de gamingindustrie. Wat dat dan betekent. En Jeroen zit ook met zijn hoofd van, nou, overdrijven is ook een vak. De grootste scheiding. Nou, okay. Het is wel biggie. Het is biggie. Heel groot nieuws. En natuurlijk de mail podcast@gaminggeeks.nl. Als je vragen hebt voor de show, of je dit nu live meekijkt via Twitch of YouTube, want we streamen dit ook elke week live. Of je hoort het achteraf, of je ziet het achteraf. Stel al je vragen via podcast@gaminggeeks.nl. We hebben er ook weer een paar hele leuke gekregen. En de releases gaan we natuurlijk ook omhandelen. Maar eerst, Jeroen, heb jij nog iets gespeeld wat jij spraakmakend vindt, of in ieder geval genoeg om iets over te zeggen? Ik heb eindelijk Donkey Kong Country Tropical Freeze. Het is een genot. Oh. Genot. Ik heb nog niet heel veel gespeeld, maar oh, wat geniet ik van die game. Echt waar. Dat is Tropical Freeze is de 2D platform game die volgens mij... Die kwam eerst op de Wii U, geloof ik, toch? Ja, klopt. Ja. En daarvoor zat de game Country Returns, volgens mij. Ja. Ja. Was niet zo populair, maar wel oké. Okay. Volgens mij wel, toch? Maar hij kwam heel laat in het, zeg maar, de cyclus van de Wii. En toen zagen mensen de Wii Maar van deze game hoorde ik gelijk gewoon heel veel. En dat maakte mij zo van, hey, die wil ik zeker even proberen. Want heel veel mensen die zeggen van, ja, ik pak weer de nostalgie van de oude games. De muziek, hè, de composer van de muziek is weer terug. Die maakt lauwe remixes van zijn voorgaande songs en een nieuwe. Dus ik was heel erg benieuwd. Maar ja, ik zelf had geen Wii U, mijn broertje wel. Maar ja, ik had zo, ja, om daar nou een game voor te gaan kopen. Ja, dat gaan we niet doen, hè. Dat is natuurlijk zonde van het geld. Nee, maar toen had ik een Switch en toen kregen we opeens te horen, yeah, die game gaat ook een Switch. En toen ging bij mij natuurlijk het vuurwerk af. Alleen ik had op dat moment geen geld voor die game. Nee. En nu had ik het wel. En ik dacht van, het is tijd. Het is tijd. Ik heb hem ook toen gehaald, het afgelopen jaar. Want het afgelopen jaar kwam hij al uit. En dat was toen inderdaad op de Switch. En ja, ik vind overigens gewoon dat ze echt elke game die ze kunnen, moeten ze van Wii U naar Switch porten. Als het aan mij ligt. Maar het is inderdaad wel weer een game dat je zegt, oké, ze kunnen het nog. Hè? Het is niet helemaal zoals de oude Donkey Kong natuurlijk. Nee, je hebt die Gremlins niet meer en Cape Rule is gone. Maar... Nou, die zit nu weer in Smash. Maar ja, het is een andere enemy, maar ja, hè, ja. Nou, het verbaast mij eigenlijk hoeveel ze nog kunnen doen met dat hele principe 2D-platforming. Want het is zeg maar... Hè, ik bedoel, je gaat van links naar rechts natuurlijk. En je hebt weer die letters, die Kong en muntjes en bananen en weet ik het allemaal. Maar het verbaast me eigenlijk hoeveel variatie ze erin weten te verwerken met kleine minigames en dingen op de achtergrond die dan naar de voorgrond treden. En dat je moet schieten tussen een soort van achtergrondleveltje. Die je gewoon allemaal ziet natuurlijk. Maar en nou ja, goed... Ik vind het zeg maar heel knap hoe ze zo'n ouderwetse formule nog heel erg vers weten laten aan te voelen met het spel. Maar ik weet niet of jij dat ook zo ervaart. Nou ja, weet je, het is... Aan de andere kant is het gewoon... En je moet niet verkeerd begrijpen. Ik ga het niet... Wat ik nu ga zeggen is niet zo dat het ook zo is. Maar het is simpel. In de zin van... Ja. Je bent niet meer... Met zoveel prikkelen, hè? Als je bijvoorbeeld een Battlefield speelt, het is gewoon...
een gekhuis. Ja. En dit zijn games die je even weer helemaal kunnen kalmeren. De muziek, de ambience, het niet te extreem. Maar inderdaad, als je gaat kijken naar wat in de kern Donkey Kong van vroeger was en wat je nu hier alweer in hebt. Ze kunnen er steeds weer leuke quirks erbij gooien die ervoor zorgen dat zo'n game interessant blijft. Dat je niet weer hebt zo van, oh, dit is weer hetzelfde. Wat ik eerlijk gezegd bijvoorbeeld met Super Mario Bros. Van de Wii U, waar je twee versies van had, die volgens mij is er ook een versie van nu op de Switch. Ja, die is deze, volgens mij is die gisteren, op het moment dat we het er nu over hebben, is die gisteren volgens mij uitgekomen. New Super Mario Bros. U Deluxe heet die. En die bevat dan, de oude Wii U game als de Super Luigi U expansion of zo. Dat waren eigenlijk gewoon twee losse games. Ja, de levels geremixed, maar dan met Luigi erbij en dan werd het allemaal een beetje anders. Ja, maar als ik dus ga kijken naar de levels van die game, van die Mario game, van de Wii U-versie, die heb ik gespeeld bij mijn broertje. Als ik zeg van, ja, dit ken ik al. Een beetje hier een andere suit van Mario, maar voor de rest was dat redelijk to the core Mario. Ja. Sidescroller Mario. En hier heb je wel to the core Donkey Kong, maar het voelt wel vernieuwend en anders aan. De levels zijn veel speelser dan bij de oude bijvoorbeeld. Bij de oude was het, je had je landlevels en je waterlevels. En hier in het eerste level worden ze al gecombineerd, waar ook de muziek dan al overgaat in elkaar. Dus ze spelen veel meer met het concept van, wat was Donkey Kong en hoe kunnen we dat weer mooier maken. Ik hoop ook echt dat er nog zo'n game komt. Of desnoods een 64-stijl game of zo. Weet je, zoiets. Ja, overigens, als je nu denkt, zijn het dan alleen maar ijslevels? Nee, de naam doet dat inderdaad impliceren, maar het zijn gewoon van alles en nog wat. Tropical zit er ook in. Dus ja, dat is waar. Tropical Freeze, ja. Nee, dat klopt. Of die dan de hele tijd met een soort van cocktailtje rond aan het rennen is door het ijslandschap. Nou, het is dus wel zo dat de makers van deze game, Retro heten ze, die deden eerst Metroid Prime 1, 2, 3. Ook fantastische spellen. Daarna deden ze dus Donkey Kong Returns en Tropical Freeze. Of Country, moet ik zeggen. Anders. Country Returns, inderdaad. Maar we weten nog steeds niet waar ze nu mee bezig zijn. We weten het nog steeds niet. Kijk, ik hoop stiekem dat ze iets met iets te gek ze bezig zijn, zoals een F-Zero of zo. Weet je, ik bedoel, ze hebben Metroid teruggebracht naar, die hebben ze naar 3D gebracht. Ze hebben Donkey Kong Country teruggebracht. En nu is het tijd om F-Zero terug te brengen. Bitch, althans, dat zou dan mijn grote wens zijn. Maar ja, daar hou je niet over op, om eerlijk te zijn. Nee. Maar, ik weet het. Maar, ik bedoel, ik zou het helemaal niet erg vinden als ze gewoon met nog een Donkey Kong Country komen. Ik bedoel, waarom niet? Niet als die zoveel passie heeft als deze had. Nee, precies. Nee. En, je ziet gewoon dat ze echt ervan hielden. En het is wederom weer zo'n Wii U naar Switch port, waarvan ik zoiets heb van, dikke prima. Ik weet dat er mensen zijn die die er iets op tegen hebben dat ze alle games van de Wii U nu uitbrengen op de Switch. Maar jongens, laten we gewoon heel eerlijk zijn. De Wii U heeft niet gedaan wat het had moeten doen. Het heeft gefaald en daardoor hebben heel veel mensen die nu een Switch hebben, zoals ik. Ik heb nooit een Wii U gehaald. Nee, en ik heb heel veel games van de Wii U heb ik niet gespeeld. En die kunnen we dus spelen als ze die games helemaal brengen. Is dat dan een cheap, tussen aanhalingstekens, tactic dat ze dat dan voor 60 euro naar de Switch brengen? Natuurlijk. Maar weet je moet wat. Ik bedoel, weet je. Er zit geen season pass in ieder geval. Nee, maar als je hem al gekocht hebt, dan heb je er niks aan. Maar als je die game niet precies hebt, dan mag het toch ook gewoon. Ja, ja. Ik bedoel, dat is ook een beetje Nintendo's MO natuurlijk. Het is niet echt een gevalletje. Zij zijn niet een partij die als een game goed scoort, dat ze dan binnen een jaar die game al naar 30 euro in de aanbieding gooien. Dat doet Nintendo bijna nooit eigenlijk. Het is heel uniek als ze dat doen. Overigens ben ik nog steeds aan het wachten op andere Wii U ports. Pikmin 3, dat zou eigenlijk wel gewoon moeten gebeuren. We hebben Bayonetta 1 en 2 natuurlijk al gehad. Ik zou het dus super tof vinden als ze The Legend of Zelda Twilight Princess HD en Wind Waker HD ook naar Switch zouden brengen. Dat zou ik dus heel erg vet vinden. Natuurlijk, het zijn dan. Dat is een goeie. Want Breath of the Wild is voor mij mijn echte eerste volledige experience van Zelda die ik helemaal uitgespeeld heb. Nou ja. Die games ook een keer gaan spelen. Wauw. Dat is echt lang geleden dat ik die game weer heb aangeraakt. Zelda. Twilight Princess is overigens echt te gek. Heel veel mensen haten op die game. Maar het is wel heel lang geleden sinds dat ik die gespeeld heb overigens. Maar ik vond dat echt wel dope.
Een ander spel die, waar ik mee heb, aan de gang heb zitten gaan, is... en ik weet dat ik hier heel lang over doorga, dus ik nou goed, ik ga niks beloven, want voor hetzelfde geld heb ik het de volgende week weer over. Maar ik heb dus The Awesome Adventures of Captain Spirit heb ik deze week zitten spelen. Of deze week, zeg ik nog, vandaag. Dat is toch een beetje de maakers van Life is Strange of zo? Klopt, ja. Ja, het is een stand-alone soort van mini episode slash ja, dingetje in de Life is Strange universe. Nou, voor degenen die het gemist hebben, holy shit, Life is Strange. Life is Strange is mijn ontdekking van de afgelopen paar weken. Het is prachtig, het is mooi. Ik heb zitten janken om die game. Ik heb de prequel ook uitgespeeld Before the Storm. Serieus, ik was ontroostbaar. Ik heb niet kunnen pitten. Het is echt fantastisch. Hoe het bepaalde issues aankaart, zeg maar. En hoe het gewoon speelt met jouw emoties. Als je daar natuurlijk een beetje in zit. Want het lijkt me dat niet iedereen op elk moment er helemaal in zit. Captain Spirit is dus gratis. Dat is één ding al meteen. Het is een gratis... Ja, het is een gratis soort van mini-episode. Die kennelijk zijn connecties heeft met Life is Strange 2. Ik heb geen idee verder, want ik heb Life is Strange 2 nog niet gespeeld. Want ik heb alles... Nu ben ik nu op volgorde aan het spelen. Dus je had eerst Life is Strange 1. Die kwam uit in 2015. Toen Before the Storm. Dat is de prequel. Die kwam uit in 2017. Vorige week vroeg Jesper nog van... wat zou jij zeggen? Doe je eerst Life is Strange Before the Storm spelen en dan het origineel? Of nee, jongens. Eerst het origineel spelen. Ja, precies. Daarna de prequel. Want er zitten zoveel dingen in dat hij er zeg maar van uitgaat dat je de eerst hebt gespeeld. Anyway. Voordat Life is Strange 2 uitkwam, hebben ze dus deze uitgebracht. Captain Spirit. Nogmaals, gratis. Op Xbox One, PS4, PC. Je kan hem gewoon downloaden en spelen. En het is heel kort. Het gaat over een jongetje. Die heet Chris. En die... zijn alter ego is Captain Spirit. Hij is een heel fantasierijk kind. Hij tekent, hij speelt met speelgoed. Hij heeft een soort van videogame console. Hij speelt spelletjes op de mobiel. Het is eigenlijk gewoon een heel normaal kind. En eigenlijk, wat je doet in het spel is, het is gewoon een normale zaterdag. Het is vlak voor kerst, je weet wat je wil hebben voor kerst. En je gaat gewoon rond het huis en je gaat je kostuum in elkaar zetten van je Captain Spirit superhero. En je gaat vechten met een sneeuwpop en dat soort dingen. Het is allemaal super kinderachtig. Maar dan in de hele herkenbare manier, dat je denkt, oh ja, ik was vroeger ook bang voor een donkere kast ergens in de hoek van de zolder of zo. Beetje dat soort kleine ervaringen zitten hierin. Allemaal iedereen gebakken. Een beetje schattig. Ja, het is allemaal een beetje schattig. Maar er zit natuurlijk een groter thema aan. En nu wil ik niet alles spoilen wat hier gebeurt of gebeurd is. Maar laat ik het zo zeggen dat de relatie tussen het kind wat je speelt, volgens mij is hij 8 jaar of zo of 9. Of misschien zelfs jonger nog. Tussen Chris, het jochie wat je speelt, en zijn vader, is niet heel erg goed. En dat komt al na de eerste 5 minuten, als je geroepen wordt door je vader van, oh, kom ontbijten. Oké, je loopt naar die ontbijttafel en je ziet hem al met een blikje bier in zijn handen. Dus dan weet je al een beetje wat er gaat gebeuren. Dus het is wel... Ja, het is niet echt een goede relatie. Nee, het is best wel heftig of zo. En ik bedoel, ik heb nooit te maken gehad met een bezopen vader aan de keukentafel of whatever. Maar gewoon de manier hoe het weer nu zo'n thema aankaart, vind ik weer heel erg krachtig en heel sterk. En heel realistisch ergens. Alhoewel ik nogmaals niet weet hoe het nou in real life zou zijn. En ik zou het ook niet willen weten natuurlijk. Maar het is wel weer dat ik denk, wow. En dat allemaal met een typisch Life is Strange stijltje. Waardoor ik zoiets had van, oh ja, het kan dus wel. Want wat Life is Strange zo sterk maakt, is dat de eerste 2 games... is de verhouding tussen de personages daar. De Chloe en Max en in de prequel Rachel. En hoe dat allemaal samengaat en wat ze voor elkaar voelen. En de keuzes die ze maken en wat voor effect dat op elkaar heeft ook. Dat is allemaal supersterk. En ik had eigenlijk niet verwacht, soort van. Het is heel sceptisch, heel cynisch van mij. Maar ik heb wel zoiets van, Life is Strange was zo te gek. Dat was zo perfect. En Before the Storm is niet... Ik bedoel, er zitten wat dingetjes in Before the Storm van ik denk, ja, dag, fuck off. Maar zo'n mooie aanvulling op wat Life is Strange 1 was. En dan ga je nu compleet
Ik bedoel, Max en Chloe worden hier niet eens in genoemd, zeg maar. In Captain Spirit. En volgens mij in Life is Strange 2 ook niet. Er wordt wel één hint gegeven naar Arcadia Bay. Dat is dan de stad waar Life is Strange 1 zich afspeelde. Maar that's it. Weet je wel, geen... Ja, het is hetzelfde universum, maar een compleet ander verhaal. Ergens anders, andere mensen, andere alles. En dat ze dan alsnog zo'n steltje weten aan te kaarten. En nog dat ik zoiets had van... Oh my god, ik heb zin in Life is Strange 2. Dat vind ik zo vet. Zo vet. Dus, nou goed. Volgens mij, as we speak, is... Ja, mijn Steam download is klaar voor Life is Strange 2. Dus episode 1 ga ik spelen en episode 2... Ja, mooi weten te binden aan die game. Ja, nee, het is fantastisch. Het is echt fantastisch. Dus dat is mijn... Jongens, dit was de review van Life is Strange van Jim. Dit was Captain Spirit. Nee, kwartiertje geluld. Nee, maar het is echt te gek. Het is zo vet. Ja. Alleen... Maar wat voor gameplay heeft het? Want is het een point-and-click game? Of... Ja, je loopt dus eigenlijk rond en je kijkt naar objecten, joh. En dan hoor je dus de gedachten van die personage van, oh ja... En dat vind ik ook zo krachtig, dat ze met elk object bijvoorbeeld in zo'n kinderkamer... Is het zo van, oké, gebruik je zogenaamde fantasierijke superkrachten om een televisie aan te zetten. En dan op het moment dat dat gebeurt, denk je, heeft deze guy echt superkrachten? En dan haalt hij ineens een afstandsbediening achter zijn rug, weet je, dat soort dingen. En wat je dus doet, is je loopt rond en je praat met de personages die je hebt. Zo, ik dacht even dat ik moest niezen, maar dat gebeurde net niet. Sorry. Dus in Life is Strange 1 en Before the Storm heb je natuurlijk met veel meer personages te maken. Want daar ben je in een school, je bent in een academie en je komt met allemaal mensen tegen. En daar komen dan ook keuzes. Dus op een gegeven moment moet je keuzes maken van oké, wat ga ik doen? Ga ik, er is bijvoorbeeld een ruzie. Ga ik me daarmee bemoeien? Of ga ik een beetje van de zijkant kijken wat er gebeurt? Of maak ik er een foto van of dat soort dingen? En... Maar het is een beetje een keuzegame. Ja, het is een keuzegame. Alleen is het erg als ik het vergelijk met een Telltale game? Nee, helemaal niet. Nee. Sterker nog, ik denk dat Life is Strange 1 heel erg gebaseerd is op het hele Telltale formaat. Ik heb nooit echt een hele Telltale game gespeeld. Dus ik zou het niet eens echt weten in hoeverre het er echt op elkaar lijkt. Maar Captain Spirit is daarin... Ook nogal apart, omdat je echt maar één personage hebt waarmee je interact. En dat is je dan niet het gevoel dat je een beetje een kant opgestuurd wordt, laat maar zeggen? Dat jawel. Je heel veel vrijheid hebt in de game? Nou, nee. Je wordt zeker omdat Captain Spirit is een kleine, kleine prequel episode eigenlijk. Op een gegeven moment moet het verhaal wel natuurlijk ergens heen. Dus uiteindelijk kom je wel ergens terecht en heb je een duidelijk doel. Alleen hoe je met dat doel omgaat en hoe je dat vervolgens bereikt, dat is natuurlijk een tweede. Zeker in Life is Strange 1 en Before the Storm is dat allemaal van wat ga ik hier doen? En in Life is Strange 1 heb je ook een mechaniek dat je terug kan gaan in de tijd. Dus dat is... Het is te gek. Het is iets wat je mee moet maken. Het is iets wat je moet zien en horen. Maar verwacht inderdaad geen actiegame. Het is alles behalve dat. Dus ja, dat... Te gek, dames en heren. Captain Spirit. For free. Overigens, dat was ook wel grappig. Dat kreeg ik als comment op de podcast van vorige week. De eerste episode van Life is Strange, dus de allereerste, is dus ook helemaal gratis. Dus als je zoiets hebt van, ik ben wel heel erg benieuwd geworden naar dat Life is Strange bullshit. Na al die... Dan kan ik het een keer gaan proberen. Exact. Dan kan je gewoon de eerste episode proberen for free. En anders Captain Spirit is ook free. En dan, als je de rest wil spelen, betalen. God, wat meer dan waard. Duidelijk. Te gek. Helemaal in de ban van Life is Strange. Dankjewel, Vincent. Ja, ga ik het ook wel eens proberen. Zeker als het de eerste gratis is, dan is het wel een leap die je kan meenemen. Ja, het is wel echt... nogmaals, ik was echt ontdaan na het einde van Before the Storm. Ik was echt gewoon... Ik was een emotioneel wrak. En dat... Hoeveel kwartje op? Nee, nul. Niks. Maar het was serieus. En dit is zo raar om te zeggen. Ik ben een 28-jarige dude. Ik speel Doom, weet je wel? Ik speel Battlefield, Heroes of the Storm, weet je wel? Ik heb een Call of Duty Black Ops 4 t-shirt aan, En ik was aan het janken na het einde van Before the Storm. Gewoon de emoties van die game. En misschien ben ik daarin een soort van unicum, dat andere mensen denken, waar de fuck heb je het over, gast? Maar dat een videogame dat voor elkaar krijgt, damn son. Goed. Ga niet janken in deze podcast, hoop ik. Maar we gaan wel andere dingen doen. Zo meteen gaan we het onder andere hebben over THQ Nordic. Want die koopt nog een franchise erbij.
En mocht je niet weten waarom dat raar is, ze hebben er al weet ik hoeveel. En Ubisoft die heeft een kant gekozen in de aankomende soort van PC-oorlog. En natuurlijk gaan we jouw vraag beantwoorden. Dus mail naar podcast@gamergeeks.nl. Maar eerst gaan we het hebben over Bungie en Activision. Want daar is iets raars aan de hand. Want De scheidingspapieren. Jazeker. Groot en onverwachts nieuws in de gaming business. Want er is bekend geworden dat de ontwikkelstudio Bungie, en die is bekend, vroeger maakten ze Halo. Halo 1, 2, 3 hebben ze gemaakt onder andere. Hallo. nu maken ze Destiny en Destiny 2. Halo, even daarover, hè. Halo, ik vind dat zo kut. Die heb ik nooit goed kunnen spelen, want ik had nooit een Xbox. Nee, precies. En het kwam alleen maar op de Xbox en daar was ik echt boos over. En toen deel 2 kwam op de PC en die draaide echt als stront. Het was toch ook alleen maar voor Vista of dat soort onzin? Ja, dat was echt zo'n onzin. En sindsdien heb ik nooit meer Halo gespeeld. En toen dacht ik, nou, Destiny, hè, van de makers van Halo, alleen dan PC. Ja. Super vet. En zo vet vond ik hem eigenlijk helemaal niet. Destiny 2 was dat, hè? 1 ook. Eén was niet op PC. Nee, die was op console. Maar die heb ik toen ook gezien. En toen dacht ik ook... Whatever. Ja. Die game, dat Destiny gebeuren, daar is nu dus een deel 2 van. Zijn allerlei uitbreidingen. Die wordt uitgegeven door Activision. Dat was een samenwerking tussen die twee partijen. Bungie had toen volgens mij een 10-jarig contract met Activision. Destiny. Ja, een 10-jarig plan zelfs. 10-jarig plan. Destiny, ja, 10 jaar. Destiny zou gewoon een 10-jarig ding worden. En binnen 2 jaar was Destiny 2 dan. Ja, exact. Dat ook. Dus 10 jaar lang aan elkaar gebonden. Maar ze gaan dus uit elkaar. En wat daarbij heel verrassend is, is dat je zou denken, Activision is de uitgever. Activision is de geldkraan. Activision is overigens ook bekend als uitgever van onder andere Call of Duty. En ze staan tegenwoordig in het financiële marktje, staan ze bekend als Activision Blizzard. Weet je dat ook weer? Je zou denken, oké, zij hebben dus de volledige controle. Zij hebben Bungie gedumpt. En dat is klaar. Maar wat dus heel verrassend is, is dat Bungie, dus de studio die het heeft gemaakt, die krijgt alle rechten van Destiny, krijgen zij. Waardoor zij dus die game, Destiny 2, het is een online game, online shooter, zij gaan dat dus gewoon doorzetten. En dat is heel opvallend, want het contract was inderdaad 10 jaar lang. Zouden op zijn minst 3 Destiny games moeten zijn. Nou, die derde komt er dus al niet meer in samenwerking met. We weten natuurlijk niet wat Bungie op zichzelf gaat doen. En ze hebben dus dat gewoon een nieuwe Destiny maken, sowieso. Ja, nou, maar de plannen die er eerst waren, zijn dus van tafel gehaald. Ja. Het is gewoon een hele verrassende wending. Omdat je zou denken, hey, ze zijn met elkaar gebonden aan een contract. Maak die 10 jaar maar op. Probeer het nog uit te houden een paar jaar met elkaar. En maak Destiny 3 en dan is het klaar. Weet je, Activision heeft zijn geld dan hopelijk binnen. En dan kan Bungie. Als je een bepaalde passie in je project hebt, dus in dit geval Bungie, die wil gewoon iets heel moois inzetten. En er is een partij die jou daar eigenlijk niet de mogelijkheid toe geeft, of jou een beetje in een kubusje maakt, dan heb je na een aantal jaar wel van, ja, dit wordt hem niet. Dan kan je beter stoppen. En dan zit je nog die laatste, want hoeveel jaar moesten ze nog? 3, nog 2? 4? Nog 2? Denk ik, ja. Oké, dat is wel heel snel. Maar maakt op zich niet uit. Dan zit je wel in een soort van frustratiepunt. En als je personeel dan helemaal wordt van Activision, ja, dan kan je op een paar moment niks meer maken omdat iedereen ontslag neemt. Nou ja, dat is wel. Weet je, als je eruit kan komen samen, zonder dat je, laat maar zeggen, een slechte scheiding hebt. Nee. Bad Brexit, no deal. Dat soort shit. Ja, want Activision en Bungie zijn de laatste tijd wel een beetje in conflict met elkaar. Uiteraard is er een hele muur wat ze om hun heen bouwen. Zeker als het gaat om de communicatie naar de buitenwereld toe. Want dat is alles prima. En hokidori nu. Ze hebben ook allebei natuurlijk zo'n statement uitgebracht van, oh, we hebben 8 jaar langer zulke mooie samenwerking gehad. Maar de afgelopen tijd lagen ze dus met elkaar in de clinch. Zo was de uitgever teleurgesteld in de verkoopcijfers van de uitbreiding Forsaken. Ze willen alleen maar meer geld, joh. Kijk naar Activision, hoe ze doen met Bad Company, hoe ze met Blizzard omgaan. Het gaat alleen maar om die centjes. Al zouden ze 300 miljoen euro winst hebben op één game, dan zouden ze nog zeggen, ja nee, we zijn niet tevreden. Maar dat is exact wat ze wel, tweede game. Dat is exact wat ze gedaan hebben met Call of Duty. Die game had 500 miljoen in zijn eerste weekend binnengehaald of zo.
En de aandeelhouders, want dat is die grote bedrijven, die zijn al afhankelijk van de aandeelhouders, want dat zijn de investeerders, die hebben geld in het bedrijf gestoken, die verwachten dan dat het meer waard wordt. Hele beursding waar ik verder helemaal geen verstand van heb. Volgens mij waren ze teleurgesteld in dat Call of Duty Black Ops 4 niet hoger scoorde dan die van vorig jaar, World War 2. Of die van het jaar daarvoor. Dus dat is ook al dat je zegt, hè, what the fuck? Er worden hele onrealistische verwachtingen worden er geschept. Ze gewoon miljoenen verdienen. Ja. Miljoenen. Ja, miljarden zelfs. Als je het allemaal bij elkaar optelt. Ja. Nee, maar oké, als je de losse games gaat pakken en dan nog... Hey, we hebben 10 miljoen minder verdiend. Ja, 10 miljoen is veel, maar kom op, weet je. Nou, zeker als je dan zo'n CEO aan het hoofd van een bedrijf heeft zitten die gewoon 30 mil per jaar binnenharkt. Ik had er ook wel eens in, hoor. Ik ook wel lopen zeiken over hoeveel geld ik binnenkrijg. Weet je, tuurlijk, als je meer kan verdienen of je verwacht meer, oké. Maar inderdaad, het moet niet onrealistisch worden. En als je dan inderdaad gaat janken over verkoopcijfers, terwijl ze overal monetization in dan proppen zijn. Nou ja, dat was mensen dus inderdaad... Het gewoon beu. Dat was dus inderdaad het plan nadat... ik bedoel, dat Destiny 2 Forsaken kwam afgelopen september uit. Werd al heel snel duidelijk, het heeft niet zoveel verkocht als dat ze zouden willen. Ze hadden gehoopt, dit wordt de comeback van Destiny 2. Dit wordt de Destiny 2 die mensen wilden. En van wat ik ervan begrijp... Nou ja, wat ik ervan begrijp is dat het voor heel veel hardcore spelers inderdaad het geval is. Maar dat het voor mensen zoals, ik denk jij en ik, die gewoon nog niet heel veel Destiny 2 gespeeld hebben... Ja, wij zien nog steeds dezelfde game, zeg maar. Dus voor ons niet echt dat je denkt, nou... En als je dan die verhalen hoort van, het is nu echt voor de hardcore. Dat schrikt mensen zoals mij alleen maar meer af. Want dan denk ik, ja, veel plezier jongens met je groepje. Ja, maar dat is het. De game is eigenlijk alleen maar een brainless grind. Je hebt een verhaal van een uurtje of twee, drie, vier. Hoeveel? Weet jij dat? Geen idee, ik heb hem niet uitgespeeld. Ja, en als je die story hebt gespeeld, dan kan je tot een bepaald level omhoog gaan. Mhm. En dat ben je volgens mij in die storyline ben je al max level. En dan kan je alleen nog maar grinden voor betere keer. Ja. En wat ik toen de tijd had begrepen is dat je in de eerste game had je een soort van gebeuren waarmee je je character kon veranderen. Beetje customization met kleurtjes en dingetjes en skins. Ja, klopt. En nu moest je daar een lootbox voor openen en kreeg je maar voor één onderdeel een kleur. En dan moest je allemaal verzamelen. Ja, klopt. Echt zo van, ja. Hier ga ik niet aan beginnen, want het slaat gewoon de kant nog wel raak, laat maar zeggen. Nou ja, nog niks. Na de release van de vorige uitbreiding, omdat die dus financieel tegenviel qua verkoopcijfers, was Activision dus van plan om daar meer monetization op te gooien. Oftewel, nog meer type microtransacties en lootboxes en weet ik het wat allemaal. Gewoon nog meer manieren om geld te... Hoe ver sta jij van je klant af, om het even hard te zeggen... Mm-hmm. Als jij denkt van, we hebben nu weinig verdiend. Het is misschien een verstandig idee om nog meer lootboxes en nog hogere prijzen erin te douwen in een full-fledged game. Nou, dat zijn dan inderdaad gewoon een paar financiële mannetjes in een dan pak. Dan heb je toch een hard hoofd. Dan heb je alleen maar dit. Dan zit je zo vastgepropt in een muurtje voor de mensen die luisteren. Ik heb mijn handen tegen mijn hoofd gedrukt en ik maak echt zo'n plat hoofdje van me. En dan zit je zo vast en dan denk je van, dit is precies hoe ik ga doen. En je kan niet buiten je field of view zien wat een andere denkt of doet. Dus nee, dit is juist. Mensen willen voor een 60 euro game daarna nog een keer 100 euro betalen voor een kleurtje op een gun. Sodemiet erop. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik begrijp ook echt nog steeds niet, hè. Weet je, iedereen mag natuurlijk doen en laten wat ze vinden als ze zo'n game gekocht hebben. En weet je, daar mag ik niet van zeggen, je bent dom als je dat doet. Maar ik begrijp niet, bijvoorbeeld bij Overwatch, waarom zou je die skins kopen? Waarom? Ja, het ziet er leuk uit. Maar het levert je geen gameplay op. Het levert je helemaal niks op. Ja, waar ik me in dat geval aan erger is dat heel veel dingen gewoon unlockables zijn. Waar we vroeger gewoon, weet ik veel, de game op hard voor moesten uitspelen of zo. Bij Destiny zeker, ja. Ja. En bij een Call of Duty ook. Kijk, ik heb mezelf ook wel eens zover gekregen dat ik bij Heroes of Storm voor een eurotje of 3-4 een skin kocht. Ja. Maar op een moment was ik daar heel snel van afgestapt. Maar dat is ook... Waarom doe ik dit? Ik doe het gewoon met mijn coins en... Ja, maar ik vind dat daar ook een groot verschil in zit. Omdat Heroes of the Storm free-to-play is. Free-to-play. Zeker. En dat is een discussiepunt waar mensen... Kijk, waar gewoon heel goed naar gekeken wordt. Je betaalt gewoon fucking veel geld voor een game. En er was ooit iemand, ik weet niet meer in welk verhaal dat verteld werd, maar die had het gewoon over games van tegenwoordig. Die 60 euro die je betaalt is voor een halve game. Ja, nee, klopt. Het is nog niet af. En alles wat je erbij krijgt, uiteindelijk is de complete gamewaarde eigenlijk voor, hè, kijk naar Battlefront 1.
Eigenlijk had hij een waarde van €120 voordat die pas helemaal klaar was. Kijk naar toen Battlefield nog een premium patch behandelde. Je kocht een game die gewoon nog niet compleet was. En door de jaren heen, dat was de live service, laat maar zeggen, betaalde jij gewoon voor de volledige content. Je was eigenlijk gewoon een telefoon aan het afbetalen. Alleen dan in een game. Terwijl jij ervan uitging dat je al een volledige game had, dan zei je vriendjes opeens, hey, heb je de nieuwe uitbreiding gezien? Die is vet, man. Oh nee, maar nu kan ik niet meer met jullie in de maps. Nou, dan koop ik hem ook maar. Weet je, het... Ja, nee, klopt. Het is gewoon erg. Wat er dus gebeurde is dat Activision zei, oh, we zijn teleurgesteld in Destiny 2 Forsaken, die uitbreiding. En daarop, dat was dus zeg maar de openbare ruzie die ze een beetje hadden. Daarop had Bungie gezegd, of een aantal mensen die daar werkten, zo van, luister eens, wij zijn gewoon heel blij met hoe Forsaken, hè, hoe die is, hoe de content is. En we gaan gewoon kijken naar hoe we onze spelers nog tevredener kunnen maken en dat soort dingen. Ja. Dus dat soort kleine conflicten waren er al. En er zijn er veel meer voorbeelden van. En waarschijnlijk allerlei behind-the-scenes stories over hoe Bungie niet tevreden was met Activision. En hoe. En dat moet ik ook wel zeggen. We horen nu natuurlijk vooral heel veel geluiden over het internet zijn nu heel erg anti-Activision. Het is allemaal Activision heeft het gedaan. En Activision heeft het gedwongen. Officieel weten we dat natuurlijk Activision, niet. Ja, maar Activision Blizzard is natuurlijk wel echt een heel krom bedrijf. Als je gaat kijken naar hoe ze de laatste tijd, hè, de Blizzard kant bezig zijn met een mobile game en de hardcore fans laten vliegen naar die BlizzCon. Ja, ja, ja. Door daar eigenlijk zo in een reetje gepakt te worden. en ook met andere games. Dus in principe, Activision is gewoon een money hungry son of a bitch. Die willen gewoon alleen maar geld. En ze doen er alles aan om dit voor elkaar te krijgen. Nou, en wat is, en daarom vind ik het dus heel opvallend. Dat ze de rechten hebben meegegeven. Ja, dat Bungie gewoon nu verder gaat met die game zonder Activision. Maar, en dat vinden heel veel mensen dus verrassend. En ik in eerste instantie ook. Maar als je er een beetje over gaat nadenken. Goh, Activision vindt dat alles tegenvalt van Destiny. Ze zijn niet blij met de verkoopcijfers. Ze willen er nog meer geld uithalen. En de spelers gaan weg. En waarom zou je dan als groot bedrijf nog weet ik hoeveel miljoenen erin investeren, als je dat geld ook in een nieuw project kan steken, waar je weer potentieel nog meer geld uit gaat halen en die weer voor een frisse wind zorgt binnen het bedrijf en dat allemaal. Dus dat is ik denk dat dat vooral de reden is dat ze die recht gewoon hebben afgegeven van prima Bungie, jullie willen weg. Wij willen eigenlijk stiekem ook van jullie af. Ik denk dat het in die zin een heel mutual, hè, zo'n stel wat gewoon na jarenlange ruzie dan ook uiteindelijk tegen elkaar zegt, laten we inderdaad maar gewoon uit elkaar gaan. Het is het beste. Ik neem de voor bank, de jij neemt de tv, klaar. Voor de kinderen. Voor de kinderen. Inmiddels maar is, weet je, het is wat ik dus ook gewoon als gerucht hoorde, is dat toen het zover was, dat ze zeiden, de papieren zijn getekend, de scheiding is rond, dat ze gewoon bij Bungie champagne gewoon schoten en shit. En we zijn van ze af! Party! Nou, dan denk ik van, dan zit het diep. Dan zit het echt diep. Ja. Als jij als soort van feest gaat vieren dat je baas je eigenlijk ontslaat. Dat is het in principe. Ja, ja. En wat ik... inmiddels is dus bekend dat Bungie gaat gewoon door met de game. Destiny 2 zal online blijven gaan. Activision en Bungie gaan nu vooral in die zin samenwerken van hoe kunnen we alles overhemelen. Het is bekend Maar waar gaat inderdaad dan de launcher heen? Nou ja, Destiny 2 zal dus op Battle.net blijven zitten. Oké. Maar die wordt uiteindelijk wel gescold. Want dat is het gewoon van, weggame. Dit is natuurlijk nu wel, zeg maar, de optie voor Destiny 2. Om bijvoorbeeld ook inderdaad op Steam te verschijnen. Mm-hmm. En ik denk... Ja, maar stel voor, jij hebt die game al gekocht. Nee, dan blijft hij gewoon daar online. Dan blijft hij online. Blijft hij in die Battle.net? Dat zeggen ze nu van wel. Dat zeggen ze nu van wel, ja. Ja, nee, maar dan blijft Bungie dan soort van gelineerd. Ik denk dat Bungie dan wat meer met de Blizzard kant gaat samenwerken. Omdat het dan Battle.net is. Gewoon een kwestie van, hier heb je je servergegevens en prima. En ik denk serieus dat Bungie nu met Epic aan de telefoon zit. Voor die Epic Game Store op PC. Dat Epic zo doet van, hier heb je een beetje geld. Hier Bungie, alsjeblieft. Alhoewel ze dat geld niet echt nodig hebben. Want zij hebben al een $100 miljoen investering gekregen van het Chinese bedrijf NetEase. En wat dat dan weer in gaat houden, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus het betekent niet dat ze compleet onafhankelijk zijn of zo. Maar wat voor bedrijf is dat überhaupt? NetEase is een Chinees bedrijf. Ja, dat zei je net. Een hele grote... Nee, maar het is een hele groot, heel groot internetbedrijf die volgens mij in weet ik hoeveel games, weet ik hoeveel studio's investeringen heeft gedaan van miljoenen. Met misschien de hoop dat ze daar... Ik weet niet echt wat daar de deal van is. Dat moet natuurlijk wel iets uit gaan komen. Maar wat ik dus heel interessant vind aan dit hele verhaal, hè,
grote uitgever scheidt van een ontwikkelstudio. Ontwikkelstudio blijft doorgaan. Ontwikkelstudio krijgt de rechten. Dit hebben we al een keer eerder gezien met Hitman. En IO Interactive, dat zijn de makers van Hitman de, die gingen toen weg van Square Enix. En toen had Square Enix ook die rechten van Hitman aan ze gegeven. Van hier, prima, doe ermee wat je wil. Is dit een teken van goodwill? Of zit er meer achter? En zijn er meer partijen die we misschien liever uit elkaar zouden willen zien gaan, zodat de ontwikkelstudio op zichzelf weer dingen kan gaan doen? Ja, ik weet het niet. Ik zou het dus zeg maar heel mooi vinden als Blizzard gewoon weggaat bij Activision. Alhoewel dat volgens mij moeilijker is omdat het bedrijf nu serieus Activision Blizzard heet. Ja, volgens mij is het een hele fusie geweest. Maar je merkt... Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat Blizzard zat een beetje in een ruig vaarwater financieel. En dat is met Activision weer opgelost of zo. Ja, vraag me wel af hoe dat dan kan zijn gekomen. Want Blizzard is zo huge. Ja, te weinig games misschien. Misschien te weinig community uiteindelijk toen het even niet meer liep. Ik weet het ook niet. Nee. Ja. Maar ja, ik vind het wel jammer dat deze trend nu pas begint. Want anders had de heer Hideo Kojima misschien nog gewoon een leuke Metal Gear Solid kunnen maken op zijn eigen manier. Maar nu, nou, dat is inderdaad dan... Fucked! Ja, dat is inderdaad dan de manier hoe het niet goed is gegaan. Tussen inderdaad de Japanse Hideo Kojima en Konami. Wat... Fuck. Oh nee, dat mag ik niet zeggen, hè. Wat? Fuck? Je mag geen fuck zeggen? Ja, ik wilde die naam nog zetten en dan krijg je straks weer een hashtag. Fuck Konami, ja. Nou, worden we straks gecopyright claimed door Konami. Maar dat was inderdaad een drama en dat is gewoon, ja, dat is niet goed gelopen. Dus, maar het is een hele... Kijk naar Metal Gear Survive, niet goed gelopen is een ander statement. Zo. Big pile of dog shit, man. Fucking hell. Metal Gear Survive, dat is zeg maar een game waarbij je gewoon Metal fucking... Metal Gear Rape Survive, dat is zeg maar... Dat is zeg maar een game. Dan moet je 10 euro extra betalen als je een extra safe slot wil. I'm not even kidding. Fucking... Nee, oh man. Maar het is nu dus vooral... Ik ga nu heel erg afwachten. Oké, hoe gaat Destiny 2 over pak een beet een half jaar zijn? Ik vraag me af of we grote veranderingen gaan zien in dingen zoals monetization en lootboxes en support en communicatie naar de fans toe. Want als dat allemaal beter wordt en zo, dan heb ik zoiets van... Nou, misschien moet ik een keertje wat gaan oppakken of zo. Ik weet, ik heb hem nou toch. Waar het niet dat we nu natuurlijk weet ik hoeveel expansions hebben die ik allemaal niet heb. Ach. Ach. Ik denk niet dat ik ooit door interesse heb. Oké, nou ja, dan weet denk ik dat ik... Denk ik, hè. Niet, ik kan niks... Heb je hem ook niet gratis gedownload? Toen hij bij BlizzCon kon je hem tijdelijk gratis downloaden. Jawel. Jawel. Ik ben gewoon een cheap Nederlander. Dus ja, als het game gratis is, gewoon handje klapt, dan zou ik nog gigs voor vrijmaken op mijn harde schijf ook. Niet dat het nodig is, maar ja, dat zeker. Ja. Oké, nou, top. Ik heb het niet lang gespeeld. Nee, dat snap ik dan weer wel. Nou, ik ook niet. Maar ja, ik weet niet. Ik vind die game gewoon niet... Het houdt me niet vast. Nee, mij ook niet. Maar goed, wie weet, ooit. Gaan we naar het nieuws van de afgelopen week. De hele week is de speedrun community in de ban van Awesome Games Done Quick. Ik weet niet of je hier wel eens van hebt gehoord. Dit is een speedrun marathon waarin een aantal games dus zo snel mogelijk moeten worden uitgespeeld. De opbrengst gaat naar de Prevent Cancer Foundation. De stand die staat nu zo rond de 1,3 miljoen op het moment van de opname. $1.3 miljoen overigens. Dus dat is allemaal heel erg gek. Ik heb de hele week heb ik af en toe zitten kijken van... Goh, wat voor game zijn ze nou weer aan het spelen? En als je denkt, oh, dus ze gaan gewoon door een spel heen. Nee, ze breken echt dat hele spel en gaan er zo snel. Dat is echt... Glitches en... Heel vaak glitches ook, maar soms ook gewoon dat je denkt... Hoe dan? Hoe doe je die trucjes? Dat is ongelooflijk. Zo werd er een wereld... Dan moet de millimeter nauwkeurig, of de pixel nauwkeurig. De pixel, ja. En op de frame. En als je dan bedenkt dat een game op 60 frames per seconde draait... Dus op 1/60ste van een seconde moet je klikken. Nou ja, het is bizar. Highlights zijn onder andere een record in de co-op mode van N++. En er was een fantastische Cuphead speedrun... Waarin een gast dus gewoon op de hoogste difficulty van Cuphead... Wat al een van de moeilijkste games ever is... Speelt hij gewoon uit. Heeft af en toe wel moeite mee en dan zie je hem gewoon... Want hij wil snel. Fantastisch. Gaat dat zien. THQ Nordic heeft wederom een IP in handen gekregen. Oh god. Ze hebben nu Outcast in handen. Het is een action-adventure game uit 1999. En die werd gemaakt door de Belgische studio Appeal. Er werd ooit gewerkt aan een vervolg die nooit uitkwam. En vorig jaar kwam er een remake uit. Outcast Second Contact heette die.
toepasselijk. THQ Nordic heeft het afgelopen jaar al flink in de portemonnee getrokken. Of heeft het afgelopen jaar flink de portemonnee getrokken om franchises te kopen. Zij zijn nu de eigenaar van Timesplitter, Second Sight, Kingdoms of Amalur, Act of War, Alone in the Dark, Wreckfest, Sanctum, Expedition, Satisfactory, Carmageddon. En ze kochten ook nog eens uitgever Deep Silver, die in februari met de first-person shooter Metro Exodus uitkomt. Outcast kunnen we nu aan het rijtje toevoegen. Ja, Timesplitters ben ik eigenlijk stiekem wel... Ik hoop zo erg dat ze gewoon... Timesplitters HD. Gewoon de trilogie. Hup, hop, HD. Fuck it. Of een nieuwe. Maakt me niet uit. Ik wil gewoon weer een Timesplitter spelen. Zeker op, als het op, het moet op PC zijn. Ja, op PC. Ja. Want het was eerst allemaal PlayStation, toch? PS2, Xbox, GameCube, ja. Ja, precies. En ik heb hem toen nog op de PlayStation 2 gehad. Ik vond het hartstikke leuk. Maar... Ik wil op PC. Ik heb volgens mij... 1 en 3 heb ik op de PS2 hier nog ergens liggen. Welke had ik? Ik had Future Perfect. Ja, dat is 3, ja. Nou, nee, gewoon HD'en die meuk en gewoon hup, uitbrengen. Ben heel benieuwd wat THQ gaat doen, want ze hebben dus, nou, wat ik net al zei, weet ik hoeveel namen overgekocht. En ja, met een paar van die dingen moet toch binnenkort wel wat gaan gebeuren. Al zijn het maar re-releases. I don't care. Go. Kom maar. En daarna iets nieuws maken, wie weet. Een paar titels die worden uitgesteld. Tropico 6 die zou eerst eind januari verschijnen. Dat is een soort management game waarin je als een dictator speelt. Hartstikke leuk. Dat wordt nu eind maart. Tropico 6 dus. En Dead or Alive 6. Die zou eerst op 15 februari uitkomen. Die komt nu op 1 maart. Maar er is nu ook een open beta beschikbaar voor leden van PlayStation Plus op de PlayStation 4. Maar waarom is Tropico uitgesteld eigenlijk? Weet ik niet. Ja, ik heb wel een persberichtje gelezen, maar dat was heel erg van... Oh, we willen nog meer tijd. Ik denk gewoon dat ze nog niet klaar zijn. Nog niet klaar. Maar ja, stel je voor... Want wanneer kwamen ze hier mee? Een week terug? Afgelopen week, ja. Ja. Dus dan zit je echt zo... Oh, het is de maand voor Tropico. Oh. Jammer, joh. Dat is nog niet zo erg als met Atlas, die elke dag weer een dag werd uitgesteld. Ja, maar die game, dat is gewoon... Ik heb daar video's van gezien dat ik denk, ik ben zo blij dat ik nooit Ark en nooit die games heb gespeeld. Binnenkort... Gewoon een beetje à la DayZ, weet je. Dus iedereen wordt weer genaaid in een of andere paying scheme. En uiteindelijk is het gewoon nooit af. En komt er binnenkort weer een nieuwe. Deze... Straks verzinnen ze een space game, precies zoals Atlas en als Ark. Mm-hmm. Space het Ark. Ark met het is gewoon Ark met schepen. Ja. Aankomende week komt er nog een video online van Jordi over Atlas. Wordt heel grappig. Flex. Fans zijn pissig op Alien Blackout. Heb je dit verhaal gelezen? Ja. Dit is een nieuwe game gebaseerd op de filmfranchise natuurlijk. Aliens. Die al een tijdje werd geteased op de officiële accounts. Hierbij werd onder andere onthuld dat Amanda Ripley een hoofdrol zou spelen in het nieuwe spelletje. Zij was het personage die je bestuurde in Alien Isolation. Dat was een survival horror game. Fucking freaky. Echt. Hoe. Heftig. Wat helaas blijkt is dat Alien Blackout een mobile game is die de mechanieken van Five Nights at Freddy's eigenlijk kopieert. En ja, fans die hebben dus zoiets van... Dit is Diablo Immortal all over again! Een mobile game! Al die hype voor een mobile game! You guys not have phones? Ja, maar weet je, dan ben je als bedrijf nog steeds gewoon je contact met de community en met gewoon de markt kwijt. Niemand zit hierop te wachten. Het is echt al... fans niet. Ze gaan gewoon voor de mainstream. Gewoon dat iemand zo een beetje zit scrollen in zijn Play Store. Maar dan wordt het een betaalde game, toch? Daar ga ik wel vanuit. Ik weet het niet. Niemand die het weet. Ik ben als casual mobiel scroller alleen maar van gratis een gamepje een keer proberen. En zelfs dat doe ik bijna nooit. Dus dat is één game. Ik heb ooit een keer Who's the Boss of zoiets. Of dan moest je een eindbaas spelen. Of de endbaas. Dan ben je de eindbaas in plaats van de hero in een game. Nou, hartstikke leuk. Een beetje RPG. En Fallout Shelter heb ik op mijn telefoon vertegenwoordigd. That's it. Ja. Dat is het. Dus ik begrijp niet waarom ze... Ja, de mobile markt zal wel heel groot zijn. Ja, en die is gigantisch. Het is natuurlijk niet de enige die dit opzet. Maar weet je... Je fans... Nou, wat ik hier heel frappant aan vind... is vorig jaar zagen we bij EA... Hè, groots op het podium... Command & Conquer Rivals. Een mobile game. Terwijl iedereen zoiets van... Serieus? Je brengt Command & Conquer terug... met een mobile fucking game... die niks met de normale games te maken heeft. Fuck you. Hè. Toen was er al... Hè, toen was iedereen boos. Daarna Diablo Immortal. Al dat getease van Diablo... en dan wordt het een of andere mobile rip-off van Diablo... en iedereen boos. En dan gaan ze nu weer hetzelfde doen. Dan ben je toch gewoon debiel... als je dat nu nog een keer gaat doen. Ja, precies. Ik begrijp ook niet waarom ze niet naar elkaar kijken. Maar ook niet luisteren naar wat zo'n community zegt. Gewoon wat gamers zeggen. Wat hun fans zeggen.
Zouden ze dit... Ja, nee. Ik ga er geen eens woorden over vel maken. Het maakt me gewoon speechless. Weet je? Een soort van een mobile... Als ze nou een lauwe nieuwe game hadden gemaakt... Met een soort van mobile game... Die wat minder mooi is of die iets anders werkt... Om een beetje die game te promoten... Dan kan ik nog zeggen... leuk. Nou, Bethesda heeft het dus tot 2 keer toe... Hebben ze dit goed aangepakt. Want ik kan me herinneren dat toen die persconferentie... 2015 geloof ik. Ja, dat is al lang geleden, maar ik weet dat nog allemaal. Want ik ben een gamergeek. Toen hadden ze een uitgebreide presentatie over Fallout 4. En vlak daarvoor, jongens, we hebben als extraatje hebben iets ontwikkeld. Dat vonden we zo leuk. Dus dat releasen we nu. Fallout Shelter. Toen werd Fallout Shelter aangekondigd. Nou, bla bla bla. Een beetje uitleg over die mobile game. Is trouwens nu te downloaden. Oké, terug naar Fallout 4. En dan ga je weer zeg maar doen wat de hardcore wil. En dat deden ze afgelopen jaar deden ze dat ook. Hadden ze Fallout 76 die presentatie. Nou goed, hè. We wilden er wel... dat die game toch wat minder is. Ja. Had net zo goed een mobile game kunnen zijn, maar echt, hey. Maar hè, dat was wel waar we de presentatie voor keken. Vervolgens is het van, hey jongens, we zijn ook nog bezig met andere projecten. Zoals Elder Scrolls Blades. Dat is ook zo'n mobile game. Elder Scrolls is volgens mij ook iets uitgesteld, whatever, maakt niet uit. En daarna kwamen ze met de aankondiging van... Starfield en Elder Scrolls 6. Maar dat is dus zeg maar dat je de hardcore hebt. En dan, oh trouwens, ook voor de aandeelhouders of voor de rollen. Nou heeft Bethesda geen aandeelhouders, maar whatever. Ook nog even van, hey jongens, maar we hebben ook nog een mobile spel. Dit vinden we ook tof, dus ga dit spelen, want dat is leuk. Dan doe je het goed, want dan heb je zoiets van, oh ja, het is niet alleen de focus op zo'n... Want mobile wordt gewoon geassocieerd met shitty shit. Ja, gewoon met rip-offs, met gewoon asset flips en dat soort dingen. Ja, en ook gewoon het feit dat het zijn touchscreen controls. Dus het is altijd een handicap, vind ik. Ja. Over Bethesda gesproken, leuk dat we daar zijn. Want er is rumoer binnen Bethesda. En eigenlijk moet ik dan gewoon... Ja, eerst had ik bedoeld om dit als een soort van onderdeel te hebben voor Fallout 76. Maar inmiddels is het gewoon Bethesda... Want er is weer drama in Bethesda-land, dames en heren. Ja, maar Bethesda is gewoon zo dom bezig. Ja, gewoon fout na fout na fout. En ze stapelen maar op. En ze lossen het ook niet op ook. Het kan ze eigenlijk blijkbaar verrotten. Wat ze ermee doen. En mensen worden alleen maar bozer. En ik denk van, heb je ook het verhaal meegekregen van de nukes die opeens niet meer werkt in de game? Ja, op 1 januari 2019 werkte de nukes niet meer van Fallout 76. Hoe fucking dom kan je zijn? Oh, wacht. Ja. Ja. Hoe dom kan je zijn? En die canvas tassen, die dan opeens van nylon zijn. Hoe fucking dom kan je zijn? Gewoon... En dan nog zeggen, nee. Nou, echt. Okay, Bethesda breekt echt een bal zeer. Er is nog meer rumoer bij Bethesda. En het heeft niet te maken met Fallout. Of niets te maken met Fallout. Het heeft te maken met The Elder Scrolls. The Elder Scrolls 6 is aangekondigd afgelopen jaar. Geloof mij maar, jongens. Aangekondigd, een spreid van een berglandschap. Fuck that. Ja, klopt. Die game is echt nog lang niet klaar, jongens. Maar, er schijnt een beetje fitty te zijn tussen Bethesda en de componist Jeremy Soul. Jeremy Soul is de componist van onder andere Skyrim. Die heeft dus de Elder Scrolls. Volgens mij heeft hij Morrowind ook gedaan. En Oblivion. En nou goed, dus zeg maar zo'n dude die al jarenlang met Bethesda werkt. En dus de muziek schrijft. En ik denk dat we allemaal wel kunnen stellen dat de muziek voor Skyrim en Oblivion fantastisch is. Hij onthulde op Facebook dat hij op dit moment nog niet betrokken is bij het maken van The Elder Scrolls 6. Hij zegt dat alles nog mogelijk is, maar dat hij bij andere games al in een vroeg stadium werd betrokken. Zoals bij Skyrim. De game was toen ook nog lang niet af, maar hij had toen al muziek geschreven. En kennelijk hadden de ontwikkelaars luisterden naar zijn muziek ook als inspiratie. Van, dit is het sfeertje wat we willen hebben. En op basis daarvan tekenen mensen dan de art en maken ze de levels. En krijgen een beetje de feeling van die game. Hij zegt er ook bij dat hij het jammer vindt dat hij er nog niet voor is gevraagd. En ja goed, dat zijn telefoon gewoon openstaat, maar dat hij nog niks heeft gehoord. Omtrent Elder Scrolls 6. Dus ja... Het kan 3 dingen betekenen.
Ze zijn allemaal een beetje negatief, denk ik. Ja, alle drie. Nummer 1. 1 is... Gewoon, ze zijn nog helemaal niet begonnen met die game. Een beetje getekend en gedoodeld en that's it. Dat is inderdaad de meest... Eigenlijk voor mij de meest voor de hand liggende... Want ze gaan eerst nog Starfield maken, een andere game. Maar goed, daar is deze... Dat ze het alleen hebben gedaan om mensen een beetje nat te maken. Die hè, ja. Nu op hun bek zijn gegaan. Maar dat vind ik ook gek, want doet Jeremy Saul dan ook niet Starfield? Niet dan? Ook niet? Niet? Daar blijven het alleen Elder Scrolls dingen. Nou ja, het kan ook zijn dat ze hem gewoon zat zijn, dat ze iets nieuws willen. Dat is dus ook raar, want de Elder Scrolls Blades, die mobile game wat ik het eerder over had... Daar doet Inan Zur doet daar de muziek van. En Inan Zur is de componist van Fallout 3, 4 en 76. Ja, misschien vinden ze die het ook wel zo goed doen dat ze denken... ja, we gaan niet twee componisten betalen, laat het gewoon bij eentje houden. Nou, maar dat is dus ook raar, want ze hebben ook Mick Gordon. En die doet de muziek voor... Die gaat ook gewieberd worden. Nee, helemaal niet. Die doet de muziek voor Prey, voor Wolfenstein en voor Doom. Ja, nu. En maar Doom Eternal. Maar precies zeggen ze, nee, die andere kan het... Ja, maar dat bedoel ik, hè. Die andere kan... Hè? Die Jeremy Saul... En hoe heet die andere? Voor... Fallout is Inan Zur. De Blades Date? Nee, voor Blades Date? Ja, Inan Zur ook. Ja, ja. Dus ja, daar hebben ze voor... Hij kan allebei... Knikken we die andere keer eruit. Die doet er maar één. En die andere, die is heel erg specifiek alleen voor, hè, Wolfenstein, zoals je net zegt. Nou, Doom en... Ja, maar ja, die kan die andere misschien weer niet. En dan hebben ze er nu Prey. Twee, waar ze alle games mee kunnen doen. Dan hoeven ze er niet drie te betalen. Ja. Nou, ik vind het een opvallend verhaal. Heel het is ook heel bijzonder. Zeker als je normaal gesproken heel vroeg bij iets getrokken bent. Wat mij dus het idee geeft, ze zijn nog helemaal niet bezig. Ik hoop dat het inderdaad ze hebben is. Hun plan veranderd, waardoor het ook heel fout kan gaan. Kijk naar Fallout 76. Nou ja, lijkt een beetje op wat we toen natuurlijk hadden met... gaan we weer, Metal Gear Solid 5. Dat David Hayter, die jarenlang de stem van Solid Snake deed... ineens werd vervangen door Keith Sutherland. Oh, dat raakte me zo hard. Ik moet zeggen, ik kan de game nu best spelen... ook met de stem van Keith. Maar ik zou bijna zeggen van... als er een modder is die gewoon wat soundbites kan maken van David Hayter... Alles knippen en plakken. Zet het gewoon als mod in de game, weet je dan... geniet ik wat meer. Want ik hoor dus nu... David Hayter in Super Smash Brothers. Of in ieder geval een aantal van zijn quotes. Ja, ja, ja. Ja. Hij heeft weer dingen... Als Snake zijnde. En denk van, dit is Snake. En dat had ik met Phantom Pain veel minder. En wat daar dus ook grappig aan is... is dat hij dus nieuwe dingen heeft opgenomen voor Super Smash... als Solid Snake. Echt waar? Ja. Het zijn geen oude quotes. Nee. Het zijn, hij is weer... Hij zit er gewoon weer in. Ja. Vet hoor. Dus dat is heel opvallend. Maar ja, goed. Dus dit is een soap, zeg maar. En het is wat ik hier ook zo raar aan vind, of opvallend. De enige reden waarom we nu zo'n soap hebben rondom een componist... die heel veel mensen geliefd vinden, want die muziekjes zijn hartstikke vet en willen wat allemaal. De enige reden waarom dit nu ter sprake is... is omdat, en dat heeft die gast ook gezegd... hij wordt continu lastig gevallen over die Elder Scrolls. Oh, ga je de Elder Scrolls doen? Ga je de Elder... En dit was volgens mij een soort van de druppelfan van... jongens, ik ben er nu niet bij betrokken, hou je bek. Ik ben niet gebeld. Ik doe er helemaal niks mee. En dat vind ik jammer en dat vind ik kut. Maar whatever, het zij zo. Weet je wel, dat is een beetje wat hij nu op Facebook heeft gepost. De enige reden waarom dit nu allemaal gebeurt... is omdat Bethesda zo dom is geweest om het nu al aan te kondigen. Yep. Ja, maar dat hebben we toch al eens eerder besproken. Gewoon, ja. Hè, het is niet erg om een game aan te kondigen. Maar als je dat en vier jaar voordat die af is, doet... En gewoon mensen die nu al zeggen... oh, 2019, Elder Scrolls 6, hype. Het gaat nooit dit jaar uit. Never, nooit. Vorig jaar kondigden ze Starfield aan. Toen had ik zoiets van, nou, die duurt nog 3 jaar. Nu wil ik wel zeggen, dat duurt 2 jaar, want Fallout 76 was een... Pff, daar hebben ze duidelijk niet allemaal hun focus op gelegd. Dus als ik zou moeten gokken, Starfield 2020. En als ze pas vanaf dan echt vol aan de bak gaan voor Elder Scrolls 6, duurt nog 2023, 2024. Dan krijg je Elder Scrolls 6. Ja, echt minimaal. Echt, dus waarom ze dat... What the fuck? Bethesda. Oké. Laatste nieuwtje van de week. En dit is ook wel een gekke. Althans, ja, een opvallende, laat ik het zo zeggen. Ubisoft die heeft namelijk aangekondigd dat The Division 2... die gepland staat om uit te komen op 15 maart... voor onder andere de PlayStation 4 en de Xbox One... op PC uitkomt voor de Epic Games Store. En dat is een soort van exclusiviteit... want de game zal te spelen zijn op... Ubisoft zijn eigen PC-platform, dat heet Uplay. Maar het slaat Steam over. Dus het is niet helemaal exclusief, want Uplay is er. Dus het is Epic Games Store en Uplay, maar geen Steam. En daarmee heeft Epic Games Store dus weer een soort van exclusiefje te pakken.
Waardoor... Ze zullen wel prijsafspraken hebben gemaakt, hè? Van jij per zoveel verkochte kopies krijgen wij zoveel revenue van jullie. Zo'n procent. En dat is bij Steam waarschijnlijk hoger. En strengere regels of vervelendere regels. Dat klopt, want Steam die neemt 70-30 af. Dus dat, daar is de verdeling 70-30. 30% gaat naar Steam, 70% gaat naar de uitgever / ontwikkelaar / whatever. En als je weet ik hoeveel miljoen hebt binnengehaald, dan wordt het 75-25. En als je dan nog meer geld binnenhaalt, dan wordt het 20-80. Bij Epic Game Store is het zo dat de verhouding 88-12 is. Dus 88% van alle opbrengsten gaat naar de uitgever dan de ontwikkelaar en 12% gaat naar Epic. Dus dat is veel aantrekkelijker voor... Ik denk waarom Epic dit kan doen, is omdat ze natuurlijk nu een hele grote achterban hebben die Fortnite speelt. En elke keer op die omgeving van hun zit, die Epic Game Launcher. En ik denk dat als je dan uiteindelijk daar een store op zet, dat mensen dat gaan zien en daar toch ook dingen gaan kopen. Ja. Ik denk dat het gewoon zo simpel is. En dat ze daarom ook nu kunnen zeggen van, nou, dit is wat wij willen verdienen ermee. Buiten onze games, onze eigen games, want Valve maakt op dit moment niet heel veel eigen games. Dus nee. Moeten ze dat ook weer gaan doen. En ja, zo'n bedrijf zoals een Ubisoft heeft gewoon van, ja, hey, als ik minder hoef te betalen per verkocht kopie. Easy peasy lemon squeezy, toch? Dan zou ik ook voor de goedkope optie gaan die net zoveel mensen misschien op zijn platform heeft zitten. Maar het is wel opvallend, want je zou denken dat Ubisoft zoiets heeft van, nou, we doen het gewoon overal. En want wat je wel krijgt op Steam is natuurlijk veel meer zichtbaarheid. Er zitten veel meer mensen op Steam dan op Epic Game Store, zou je denken. Ja, dat denk ik ook, maar ja, de tijd zal het moeten leren. Misschien is toch de overweging van goed minder geld hoeven te betalen voor, hè, als revenue share, toch de doorslaggevende factor geweest. En uiteindelijk vind ik dit soort moves alleen maar leuk en interessant, omdat ik nu heel erg benieuwd ben wat Steam hier tegen gaat doen. Want als ze continu maar dit zorgt ook voor concurrentie. Ja. En dat is, kijk bijvoorbeeld naar de grafische kaartindustrie. Ik ben nu heel erg aan het nadenken van, ik moet een nieuwe grafische kaart, want ik zit met een 9e generatie Nvidia-kaart. Ik wil een nieuwe van Nvidia, maar die zijn knijten duur. Waarom? Er is geen competitie. Er is niks wat kan zeggen van dat Nvidia heeft van, nou, nu moeten wij echt lager. En dat is bij Intel ook gebeurd door AMD. Die had toen een nieuwe chipset. En daardoor is Intel ook wat harder gaan rennen om zijn waarde vast te houden, laat maar zeggen. En dat is goed. En dat gaat hopelijk binnenkort ook met tussen AMD en Nvidia gebeuren. Maar dat is ook met dit soort platformen. Er was niks eigenlijk wat Steam kon verslaan. Nee. Dus het is goed dat dat nu geprobeerd wordt door inderdaad lagere prijzen te vragen. Dat is goed voor de markt. Ja. Overigens krijgen wij er... Wij moeten nog steeds hetzelfde betalen. Wij als gamers. Ja. Alleen de ontwikkelaar krijgt er dan meer voor. En dat is vooral voor de indie games is dat heel goed. Lijkt me. Maar de vraag is natuurlijk hoeveel... Ja, het is gewoon heel opvallend dat Ubisoft hiervoor kiest. Oké, dan gaan wij naar de mail, podcast@gaminggeeks.nl. Ik blijf het herhalen, podcast@gaminggeeks.nl. Als je vragen hebt voor de show, laat het weten via die mailbox. De hele week is die open en kan je gewoon lekker mailen. Zo hebben we al een paar mailtjes binnen. De eerste is van Ruben. Hey geeks, ik ben persoonlijk een gigantische Planet Coaster fan. En ik had de vraag wat jullie van de game vinden. Ben benieuwd. Goed, Ruben. Ik vind het een leuke game. Ik ben altijd vroeger wel van het bouwen geweest in Rollercoaster Tycoon. Ja. Ik heb deze game, volgens mij via Steam Share, een tijdje gespeeld. Ik vond het heel leuk, maar op een of andere manier heeft het me interesse wel losgelaten. Misschien omdat er weer een nieuwe game uitkwam die ik graag wilde spelen, bijvoorbeeld een Battlefield. Mm-hmm. En dat ik op een van, ik heb nog genoeg te spelen, het is wel goed, het hield me niet vast. Maar de stijl, de sandbox mogelijkheden, want je kan ook bijvoorbeeld gebouwen helemaal zelf ontwikkelen, is wel heel vet. Ja. Ik vind het een heel uitgebreide game die heel stabiel loopt en heel goed is. Gewoon heel mooi. Het is gewoon wat Rollercoaster Tycoon moet moeten zijn. Ik heb hem nog niet gespeeld, maar ik heb wel Parkitect geïnstalleerd staan. Die schijnt ook heel leuk te zijn. Maar dat is wat simpeler. Dat is wat meer Rollercoaster Tycoon 1, zeg maar. Wat een derde versie van Rollercoaster Tycoon 1 zou moeten zijn in plaats van wat 3 dan zou moeten zijn. Dan nog een mailtje van Jorian. Deze week gooi ik de creativiteit naar jullie. Oh jee. Als jullie zelf een game zouden mogen laten ontwikkelen, wat voor soort spel zou dat zijn en wat is het doel? Ga je dan voor een mooi verhaaltje zoals Life is Strange? Verhaaltje? Hallo! Of toch een remake van DayZ? Dikke kus! Ja, maar daar heb ik een heel goed antwoord op, want ik heb al jaren een frustratie in me zitten. Of een idee waar toen de tijd Titanfall heel erg goed op inspeelde, maar toch net niet de niche was die jij ik wilde. Jij wil een Mac game. Jij wil een open world Mac game. Ja, niet eens open world. Dat is niet zozeer wat ik wil. Ik ben, niet iedereen zult weten, je kan het misschien hier in de hoek zien.
ik heb soms een rare hobby die erop overhoudt. Ik hou dus van Gundam. Ja. Houden is een groot woord. Maar ik vind de series heel vet. En ik heb dus door Vincent ooit een keer een bouwpakket gekregen. En sindsdien koop ik alleen maar dure pakketten en bouw ik ze zelf. Er ligt er daar eentje, daar ben ik nu mee bezig. Voor de mensen die kijken, die kunnen dat dan zien. Want ik laat nu dus ook een Gundam zien. Of een Custom, dit is de enemy. Dat zijn dus van dat die Gundam. Vechtrobots zijn dat, hè? Het zijn hele grote vechtrobots waar piloten in zitten. Menselijke piloten. En er zijn al heel veel games van Gundam geweest, van arcade games, dat je een beetje tegen elkaar aan het battelen bent, een soort van à la Super Smash Bros. Nee, dat is niet het juiste. Een soort van... Je hebt ook Dynasty Warriors heb je gehad. Een soort van, ja, ook Dynasty Warriors is een game, maar ja, dat is gewoon Gundam Warriors. Gundam. Maar je had heel veel verschillende Gundam games. Je had ook een Gundam game op de PlayStation 3, dat was niet zo succesvol, maar die had wel iets wat nog geen andere Gundam game had, dat je dus damage kon krijgen. Dus, als iemand je met een laser schoot, dat je echt je arm kwijt was, en dat je met je andere arm je zwaard moest pakken of zo. Weet je, dat soort gekke shit. En wat bijvoorbeeld Titanfall heel goed deed, wat dus al die andere games niet hadden voor mij in oogspek, is dat je dus echt die size voelde van die robots. Dus je was een kleine piloot, je kon over de gebouwen rennen en je kon je robot in. En dat zou ik dus heel graag met zo'n Gundam game ook willen hebben, dat je dus die damage hebt van die PlayStation 3 game. Dus als je gehit wordt, dat je een onderdeel kwijt kan raken. Dat het first person is, zoals Titanfall, dat je een gevoel van hoogte hebt en van formaat. Dat je ook uit die robot kan. Op het moment dat hij bijna totaal los is. Maar ook een beetje snelheid behoudt, zoals een Titanfall. Dus het zijn een aantal aspecten van meerdere games eigenlijk die samen worden gevoegd. Het hoeft niet open world game te zijn. Het zou wel heel vet zijn. Maar wat dat je dus ook, wat bijvoorbeeld Titanfall wat minder had, heel erg kan customizen. Dus dat je, in de serie Gundam heb je ontzettend veel verschillende type robots. En verschillende klasses en verschillende wapens en zo. Dat je daar ook een soort van customization, maar ook research naar kan doen. Weet je, bij Metal Gear Solid bijvoorbeeld, als je een bepaalde crew hebt, kan je dus bepaalde wapens gaan ontwikkelen. En zo heb ik gewoon, is dat een beetje een ideaal plaatje van wat ik in zo'n game zou willen. Dat je 1v1 zou kunnen spelen, maar ook een grote battle, zoals bijvoorbeeld een Battlefield. Dat je allemaal je eigen robot hebt en elkaar helemaal naar de kloot kan schieten. Maar dat je niet een life bar hebt, nee, dat je gewoon een bepaalde arm indicator hebt. Een beetje zoals MechWarrior, die game die toen online free-to-play te spelen was. Die kwam daar ook een beetje in de buurt. Maar die miste weer dat je uit de robot kon springen, laat maar zeggen. Ik ben zeg maar niet zo creatief dat ik een geheel eigen idee kan verzinnen. Sorry, ik ben gewoon in die zin nee. Maar Jazz Jack Rabbit, dames en heren. Als ik een studio zou krijgen en een ontwikkelbudget, dan zou ik zeggen, fuck it jongens, we gaan eerst Jazz Jack Rabbit 1 en 2 gaan we remaken. Fuck it. Hup, maak die shit maar. En daarna gaan we deel 3 maken zoals die ooit bedoeld is. Het was een 3D... platform game moest dat worden, kon uiteindelijk geen uitgever vinden, werd gecanceld en sindsdien is Jazz Jack Rabbit dood. Oh nee, er kwam nog een Game Boy Advance game waar ik het niet over wil hebben, dat is een scheidspel. Maar dat, gewoon weer een lekkere 2D actiegame. Maar dan zou ik dus gewoon Jazz Jack Rabbit 1 of, en of 2 laten remaken. Dus dan super, ja. Als ik zelf een project zou moeten ontwikkelen, zou ik waarschijnlijk... Dan zou ik iets willen doen met een first-person shooter waarin je dan Griekse goden kapot kan schieten of zo. God of War first-person shooter edition. Zoiets, maar gewoon, weet je wel, ik weet niet waarom, maar een beetje... Anubis, you will fucking die. Ja, my minigun, you bitch. Ja, maar een beetje... Is dat niet een soort van een beetje Serious Sam? Ja, exact. Het Serious Sam idee, maar dan met beter level design. Want Serious Sam is gewoon, zeg maar, heel groot open veld. Daar ligt een gun in het midden. Oh, je pakt de gun op en dan spawnen er weet ik hoeveel monsters. Maar een beetje dat Serious Sam, dat je gun schiet tegen grote beesten. Dat het dan echt episch is, weet je wel. Dat Zeus dan, weet ik veel. Het is een out there ideetje. Maar dat zou ik wel tof vinden. Volgens mij was er ook ooit een game, maar die... was volgens mij ook heel slecht. Ik heb hem zelf nooit gespeeld. Hey, Legendary heet het, geloof ik. Wacht, ik ga... Kom er niet bekend voor. Legendary Shooter. Dan krijg ik nu waarschijnlijk... nee. Oh ja, weet je, hier. Legendary Video Game. First Person Shooter Game developed by Spark Unlimited. Die kwam uit in 2008. En dan heb je inderdaad ook allemaal mythische wezens waar je tegen schiet. Spark Unlimited, zei je. Nu moet ik het ook gewoon zien. Maar als ik dan ook naar de reception kijk, IGN 2.5 out of 10, oei. Oh ja, ik zie wel, nou, weet ik niet. Maar hij ziet er ook helemaal niet goed uit. Eeuw. Maar misschien dit idee, maar dan goed. Ja, precies. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Of, jongens, kunnen we gewoon weer een hele vette, epische Tweede Wereldoorlog campaign maken, à la Medal of Honor?
Oh, die waren zo... Medal of Honor Frontline of Allied Assault. Oh, die zitten zo goed diep. Gewoon weer een vet goede Medal of Honor. Ja, we hadden Call of Duty World War II afgelopen jaar. En ik vond de singleplayer had wel zijn vette ideeën, maar had niet de schaal die je wil. De schaal qua gameplay, dat je denkt, oh... Behalve dan het begin, wat dan weer gewoon letterlijk Allied Assault en Medal of Honor Frontline is. Saving Private Ryan, het D-Day strandding. Maar ook dat was heel kleinschalig of zo. Het voerde niet... Ik wilde gewoon een... Ik had bij de singleplayer had ik zoiets van, oké, en nu de echte game, jongens. En nu dit is een soort voorproefje, zo voelde het de hele tijd. Maar gewoon zoiets weer. Een lekkere Tweede Wereldoorlog shooter die niet Call of Duty is. Gewoon Medal of Honor. Ik zou geld aan IE geven hier. Maak Medal of Honor. God damn it. Dat jongens, maak het. Dat ze dat nog niet hebben gedaan, trouwens. Vind ik heel gek. Medal of Honor is gewoon doodgebloed na die laatste versies. Ja, die moderne... Ja, dat liet niet heel lekker, nee. Oh shit, ik moet weer even een muziekje erbij pakken. Want we hebben ook weer een vraag in de mailbox zitten van The One and Only. Jawel, Helly Helmons. Het hoort erbij. Even kijken, ja. Helly die vraagt, welke game is jullie favoriete game uit jullie jeugd? Doei doei! Verzonden per smartphone. Favoriete game uit mijn jeugd. Jeetje. Eigenlijk gewoon de beste game aller tijden, volgens jou. bijna. Dat is lastig, man. Ik kan wel beginnen met Jazz Jack Rabbit, duh. Doom. Duke Nukem 3D. Dat soort dingen. Maar welke is daarvan het beste? Eén, de beste. Enige. Diablo 2. Niet, ja, is dat jouw beste? Doom is ook een van de beste. Ja, Doom is gewoon een van de beste games ooit gemaakt. Nog steeds. Ja, maar nu noem je er weer twee op. Je moet er één kiezen. Eén. Ja, dat vraagt hij om. De beste. Wat is jouw favoriet? Ja, dat kan ik niet zeggen. Nee, precies. Er zijn er meerdere die een bepaald gevoel hebben. Als ik dan een spel moet kiezen die... Kunnen wij een fucking remake krijgen van Heart of Darkness? Ken je dat spel nog? Die game was vet. Daar had je ook 3D-brilletje bij, toch? Ja, dat was een game. Dat was een soort van... Het was eigenlijk een soort trial-and-error spel, maar het had allemaal een soort van wannabe Pixar. We haalden belangen naar niet het niveau van Pixar, maar wannabe Pixar cutscenes. En dan was je zo'n jochie in zo'n duistere wereld. Oh man, Heart of Darkness, wat vet. Nu helemaal... Ja, niet zo zegt. Turok was vet. Mario was natuurlijk vet. Ja, er zijn er zoveel. Pokémon op de Game Boy. Super Mario Land. Ja, ik vind het lastig. Er zijn zoveel games waar ik echt zo dik van genoten heb. Ja. Ik denk Donkey Kong Country 2, daar heb ik echt super zwaar van genoten. Command & Conquer Red Alert was echt een favorietje van mij. Wordt geremaked, hè. Red Alert. Ja. 1. En Red Alert 2? Nog niet. Die gaan ze sowieso doen. Ze gaan eerst krijgen. Command & Conquer en Command & Conquer Red Alert remasteren, zoals ze het zelf noemen. Dan daarna zien ze wel wat ze doen. Ik ben benieuwd. Oké. Dankjewel, Helly, voor je mooie vraag. Hebben we nog twee andere mailtjes? Jeetje, Mina. Kom maar op. Even kijken. Als hij opent. Ja. Luke. Oh ja, meer of wat. Nee. Hi Jim / Medegeek. Jeroen. Hoe denken jullie dat de core Pokémon game van 2019 gaat worden? Denken jullie dat ze een hele grote stap in vernieuwing gaan brengen aan de core gameplay en graphics, net zoals dat met de nieuwe Zelda is gebeurd? Of dat ze het een beetje simpeler willen houden, aangezien ze om de half jaar weer een nieuwe game gaan uitgeven? Sorry. 1-2 jaar. Nintendo kennende... Van welke game zijn die? Pokémon. Dit jaar komt er een nieuwe... Ik weet niet zo van de Pokémon, sorry. Oh, nou ja, ik denk... Nee. dit wordt gewoon weer een game dat je denkt... Oh ja, het is weer een nieuwe Pokémon game. En misschien is het daardoor... Dat is juist wat de mensen willen, hè. We willen gewoon meer Pokémon. En dan hebben ze weer een of andere gimmick. En daar maken ze dan een nieuw gameplay element van. Die ze de game daarop weer gewoon lekker laten vallen. Dat is een beetje hoe ik dan Pokémon games zie. Ik heb er heel veel niet gespeeld over. Dus ik... Diamond and Pearl, volgens mij... Oh nee, ik heb X of Y heb ik nog gekocht voor de 3DS. En die vond ik... Was dat 3DS? Die vond ik toen zo hard tegenvallen. Ik zoiets van... Yeah. Let's go. Ook niet gespeeld. Het zal allemaal wel, jongens. Ik... Qua graphics gaat het denk ik echt niet er heel erg op vooruit. Weet je, en dat is jammer, want ik hoop gewoon dat we een keer een echte 3D Pokémon game krijgen. Dat je gewoon zoiets van, oh shit, ik loop hier echt rond met de camera achter me die ik vrij kan bewegen.
Gewoon zoals die Pokémon games op de GameCube, die Colosseum of zo. Zoiets wil ik gewoon weer. Gewoon ik wil een echte 3D Pokémon game. Maar ja, gaan we dat krijgen? Zo is Nintendo ook een beetje. Nee. Ik wil ook al jaren een F-Zero. Krijgen we dat? Nee. Ik krijg wel een nieuwe Samus. Ja, eindelijk Metroid. Ja, maar hoe lang nog? Oké, Metroid is terug. Dankjewel Nintendo. En de Switch is dood. Die game komt voor de nieuwe Switch. Switch 2.1. Of Switch 1.2. Beste Jim en Jeroen, na een recente video op GamerGeeks heb ik het gevoel dat Jim een grotere hekel heeft aan Fallout 76 dan aan Marushka van heel Holland bakt. Dat klopt. Nu vraag ik me af, hoe denken jullie dat Bethesda zichzelf uit dit gat gaat halen? Groetjes van Mark. Niet. Dat wordt inderdaad... Dit is schade wat heel lang gaat blijven hangen. Nou, dit blijft nog jaren. Zo'n saaie, slechte game waar je zo'n hype omheen bouwt. Niemand gaat ze meer op hun woord geloven. Ook niet meer over de Elder Scrolls. Weet je dat een game een beetje bugs heeft? Oké, maar wat ze hier hebben gedaan is gewoon volledig plank misgaan. Dit is echt... Maar ook gewoon alle dingen die daarna inderdaad zijn gebeurd met de Collector's Edition. Met het lekker voor persoonsgegevens. Met patches die dingen meer kapot maken dan dat ze beter maken. Dat dingen niet meer werken op 1 januari. De game... Er is nu wel een nieuwe patch uit. Maar volgens mij had de laatste paar maanden had de game een gigantische last van hackers. Die gewoon die boel kapot konden hacken. En daardoor al die items konden dupliceren. En die pleuren ze dan gewoon online. Een hele grote... economie op derde partijen website. Dat je denkt, wie speelt het überhaupt? Maar het is... Als ik Bethesda was, zou ik wel een crew nog houden die zoiets hebben van, jongens, whatever, doe ermee wat je wil. Maak er maar wat van. I don't fucking care. En door. En door. Ja, en weer verder. Het is heel lullig, maar ja, ik fuck off meteen. Deze game is done. Het is klaar. Als je Fallout 76 googelt, krijg je alleen maar gezeik over je heen. En dat ga je gewoon niet meer terug kunnen halen. Kijk naar Star Wars Battlefront 2. Maakt niet uit wat ze nog verbeteren aan de game. Maakt niet uit wat ze toevoegen. Het merendeel van de mensen gaat zeggen... Battlefront 2, dat was toch die game die kaart faalde? Ja, maar nu is het... Ja, fuck it. En dat is kut. De enige manier hoe ze zichzelf uit het gat kunnen halen... is als ze Starfield gewoon fucking goed maken... en als Elder Scrolls 6 fucking goed is. Ja, maar dat is ook de enige manier. Weer een goede game uitbrengen die gewoon doet wat ze beloven. Of niks beloven en gewoon een hele goede game. En dan ga ik trouwens nu uit van Bethesda de ontwikkelaar. Want je hebt Bethesda de uitgever. Mm-hmm. Hè, dat is dan... die gaan van alles nog wat uitbrengen. Die komen aankomend jaar bijvoorbeeld met Rage 2 en hopelijk Doom Eternal. Nou, dat worden twee games. Dan zit ik helemaal... Oh, hype. Maar... Ja, Fallout. Ook de naam Fallout. Laat het gaan. Laat Fallout de afgelopen aankomende 5 jaar alsjeblieft met rust gewoon. Let it go. Let it go. Ja, want 4 was ook niet zo'n groot succes vergeleken met 3 en New Vegas. Nee, nou, het heeft wel heel goed verkocht. Maar ja, was okay, inderdaad maar niet. Hè, wat mensen er uiteindelijk toch van vonden, viel het toch wel een beetje mee. Ja, nee, klopt. Nee, ik vond het ook niet zo goed als... bij lange na niet zo goed als deel 3. Dus dat, ja... Het is gewoon jammer. Dus het is, weet je, of laat het gaan, Fallout, of geef het een keer aan een andere studio. Dat je denkt van, nou, willen jullie een Fallout game maken? Ja, of Fallout 5. Woe. Nou, maar dat wordt heel lastig. Neem nog een kleine blik op de releases van de aankomende week. Dat is niet heel veel. 15 januari komt onder andere uit Onimusha Warlord voor de PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch. Dat is een remaster van de eerste Onimusha game van Capcom. Veen komt naar de PlayStation 4. Dat is een soort van journey, maar dan met een veel... Ja, dat klinkt heel gek, maar een veel stekeligere artstijl. En The Walking Dead, de final season, episode 3, komt eindelijk uit naar de klote gaan van Telltale. Broken Toys heet die. Komt naar de PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. En op de PC overigens, ook interessant, komt die ook alleen naar Epic Games Store. Maar mocht je de season al gekocht hebben op Steam, geen zorgen, daar krijg je hem wel ook gewoon op. Maar je kan hem daar niet meer kopen. Dat is wel grappig eigenlijk. Ja, het is weer... Money, money, money. Money. Anyway. En dan heb ik nog wat titels op 18 januari. Dan komt namelijk Ace Combat 7 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en een VR-mode op de PlayStation 4. En Travis Strikes Again, No More Heroes op de Nintendo Switch. Die komt dan ook uit. En dat zijn eigenlijk wel de meest opvallende releases van aankomende week. Niet heel veel dus, maar geen zorgen jongens. Februari en maart komen eraan. Dan
Komen er een shitload aan games. En aankomende week op GamerGeeks. Ik zou nu alvast zeggen, ga naar GamerGeeks.nl. Want daar zijn de video's van mijn eindejaarslijstjes zijn er. Mijn favoriete games van 2018. De slechtste games van 2018. En de games waarvan ik zeg, hey, die moet je in de gaten houden voor 2019. Die drie video's zijn er sowieso. Er komt een video van... een impressievideo van Atlus komt eruit. En Jesper heeft een indie game gespeeld. Sky Noon. En die komt ook nog... En ook nog meer lijstjes. Johan heeft volgens mij ook lijstjes. Heb jij überhaupt lijstjes, Jeroen? Of heb je zoiets van, fuck it? Boodschappenlijstjes. Oké, ja, dat is duidelijk, ja. Ja. En takenlijstjes, dat is een beetje jammer. Die sowieso. Maar die ga je niet vinden op GamerGeeks.nl. De content, de video's. Ja, als ze dat willen. Ja, pose graag hoor. Pak je yoghurt, pak je vlokken, dat soort dingen. Ja, weet je wat is? Bij mij is het altijd gewoon top 1 staat Heroes of the Storm altijd. Dat is echt altijd een beetje. Kijk, die game vind ik nog steeds leuk. Ik ook, ik ben het hartstikke met je eens. Heroes of the Storm. Ja, kijk, als ik dan ga kijken naar bijvoorbeeld een game zoals Donkey Kong, die kan ik niet blij zetten, want die komt uit een ander jaar. Helemaal niet. De Switch versie. Oh nee, die komt in 2018. Nou, nummer 2. Ja, nummer 3, Battlefield 5. Ja! Yay! Ja. Hey! Goed, maar andere lijstjes kan je vinden op GamerGeeks.nl. Vergeet natuurlijk niet ons op de social media in de gaten te houden. Op Twitter, @GamerGeeksNL. Instagram, GamerGeeksNL. En YouTube.com/GamerGeeksNL. Dat is het YouTube-kanaal. Like, subscribe, doe al die mooie dingen. Want hoe meer wij kunnen groeien, hoe beter. Voor ons en voor jou, want dan krijg je meer content. En deze podcast is natuurlijk te vinden op alle... Oké, klaar mee. En deze podcast is natuurlijk te vinden op jouw favoriete podcastservice, zoals Google Podcasts, Spotify en iTunes. Goed, dit was de 66e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Execute Order 66. Jeroen, dankjewel. Dankjewel, alsjeblieft. En tot de volgende keer. Later! Joe.